Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Het zag er heel mooi uit, maar hoe lang... En toch ziet het er heel mooi uit. Dus ja, voor iedereen, ik zou zeggen, sluit je er gewoon bij aan. Ga het doen. Ja.
Club.
The voice, the fame, the looks, the love and the girl. Ik zit hier met Ben Saunders, die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Ben, het optreden ging best goed, of niet? Ja, ging wel relaxed. Moest een beetje iedereen opwarmen, hè, de opening. Dus een beetje iedereen opwarmen. En op het laatste gingen ze al een beetje los, dus. Oké. Je hebt The Voice of Holland gewonnen. Je hebt 3 nummer 1 hits gehad. Je hebt een schoenenlijn ontworpen. Je hebt net een Harley Davidson ontworpen. Heb jij überhaupt nog wel ambities in je leven, nu je zoveel al hebt bereikt? Dit zijn geen ambities, zijn gewoon dingen die ik heel leuk vind. Dus ja, ambities, ja, niet echt. Ik vind het gewoon leuk om dit te blijven doen. Dus ja, wat zijn ambities eigenlijk? Wat zijn dromen? Is er nog iets wat je wil bereiken in je leven? Ja, tuurlijk. Ik wil meer albums maken, meer muziek. Dus, en daar ben ik mee bezig. Dus. Je bent je droom al aan het naleven? Ja, zeker. En welke muziek vind jij nou eigenlijk goed? Ik luister op dit moment heel veel naar Kate. Omdat ik mijn dochter bij me had ook. Dus ik heb nu al 2 dagen lang Kate lopen luisteren. En ik luister zelf heel veel naar Ben Longcasol. Van alles eigenlijk. Volg je op Twitter. En ik zie heel veel voorbij komen over een nieuw album. Ja. Wanneer kunnen we het album verwachten? En hoe zou je het album willen omschrijven? Het is 7 september. En je kan het omschrijven alsof ik nu naast je zit te zingen. Gewoon heel puur en niet overgeproduceerd. Het is gewoon heel echt. En alle liedjes zijn ook echt van echte verhalen. En ja, wat ik zeg, het is net alsof ik gewoon naast je zit te zingen. Heel puur en heel ja, toegankelijk voor iedereen eigenlijk wel. 100%. Ik heb nog een paar keuzes voor je. Ja, kom maar op. Als jij moet kiezen tussen zingen of tatoeëren? Op dit moment zingen of zingen tatoeëren. Dat is ook hartstikke leuk. Daddy's Wish of Ben Saunders? Ben Saunders. Geen twijfel over mogelijk? Nee, zeker niet. Dat werkt nog niet. Dat zag je toch? Ja, dat is waar. De kinderen hadden eigenlijk allemaal dezelfde vraag. En dat is, hoeveel tatoeages heeft Ben Saunders nou eigenlijk? Ben Saunders heeft veel te veel tatoeages. Je weet het zelf niet meer? Nee, ik ben 1 groot tatoeage. Hartstikke leuk. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor het interview. En voor je optreden natuurlijk. Het was hartstikke echt een goed optreden. We hebben genoten hier backstage. En we hopen je snel weer terug te zien in Papendrecht. Ja, leuk. Dit was RTV Papendrecht. Ben Saunders. Dankjewel. Dankjewel.
maar voor je. Kom, 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 kom. Kom, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Jullie gaan naar mij springen, kom. Gewoon dit doen. Dit.